De jongeren en enkele inwoners van het inheemse dorp Hollandse Kamp in het district Para hebben een cursus gevolgd voor de inheemse taal, het Arawaks. Afgelopen zaterdag hebben zij die de cursus met succes hebben afgerond hun certificaat ontvangen. De cursus is onderdeel van een microproject Taal en Toekomst Hollandse Kamp. Die werd gefinancierd door de Europese Unie en heeft als doel de lokale taal, waaronder het Arawaks, nieuw leven in te blazen. Het project is voorgesteld door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS. Volgens waarnemend kapitein Sergio Jubitana was het indienen van het project niet moeilijk. De obstakels waren echter bij de uitvoering. De uitvoering bij verschillende fases, mevrouw. Awaniman directeur tak over inhoudelijke verabieging en mij tak over uitvoering hebben we in fases. We staan in oktober, november 2019 op interesseert dit ma voor takatal waka we go suku de bigisma takatoranga de bigisma uiteindelijk sabe me ke moro mooi espan en interessant gimi bede taki uostel jaren nangawang gemeenschap huis. Uno op toilet te, u op bezoekers, uno man, wees de bezoekers wat precies aan, pede kango doe den behoeftes. En in een project ja, hoe uiteindelijk voor verzorgde de lessen, alle de zon dat bij de in. Je is don't up, wat mooi sturen te de, dat ook toekomt voor het project. De cursus is verzorgd door taalkenner Clyde Biswane uit Mata en inheemsdeskundige Eugène Aramaké. Biswane zegt besloten te hebben de cursus te verzorgen, omdat de lokale taal langzaam maar zeker aan het uitsterven was en dit project een goed moment is om daar een halt aan toe te roepen. Volgens cursist Monique Burnett-Jubitana was het een waar genoegen de taal en cultuur beter te leren kennen. Het geheel is afgesloten met de vertoning van de video Behoud en overdracht van de lokale taal en cultuur in Hollandse Kamp. Hoe die man benadert me, met de kennis aan beide handen, dat hij nee, me doet dat, omdat dat bij de man heeft verlangens me. Ja. En ik wil om niet smaak. Zo, die man benadert me, het was maar een handje vol, maar naarmate een groep, een initiatiefgroep, doen we ook in dit dorp, in Hollandse Kamp, daar is dat groep kon breed uit en op de een groep van 40 jongen die oor waren. De taal te leren vooral. De taal die eigenlijk bijna vergaat. Toch? Want iets is nog heel veel te horen, maar het Arawaks niet zoveel. En het is een taal die doodgaat. Maar ik vind het heel goed, een heel goed initiatief dat ze toch weer leven willen brengen in het Arawakse taal. En het is een heel mooi. Ik vind het een heel mooie taal. Elke taal is mooi, maar het is ook mijn cultuur zelf. En ik zou het ook graag willen leren. Dus vandaar dat ik ook gekozen heb om de lessen te volgen. Het was de bedoeling dat de cursus eerder zou zijn afgerond. Maar vanwege de COVID-19-pandemie heeft de training in totaal 2 jaar geduurd.